Dit was vanochtend. De rook sloeg uit de stallen van de kippenhouder uit Scherpenzeel. Al snel bleek dat er sprake was van redelijk wat rookontwikkeling en daarop hebben wij opgeschaald naar zeer grote brand. Ondertussen wordt er gevreesd voor het leven van de 60.000 kippen in de stal. Nou, we hielden in eerste instantie rekening mee met een slecht scenario. Dat valt dan gelukkig wat mee. Dan moet ik dan wel toegeven dat uiteindelijk toch wel tussen de 3.000 en de 5.000 kippen omgekomen zijn. Een harde klap voor de kippenhouder die vanochtend dan ook niet voor camera wilde reageren. Mijn collega verderop in Lunteren zit de schrik er goed in. Ja, vanmorgen via de appgroep kreeg ik een bericht dat er weer een brand was bij een stal. En dat was echt even schrikken. Ja. En dan denk ik, ja, het had mij dan schijnbaar ook kunnen overkomen. De controles voor veehouders zijn nog nooit zo streng geweest als nu. Toch blijven er maar stallen in vlammen opgaan. Zo ging het levenswerk van deze kippenboer uit Woudenberg een paar kilometer verderop 2 keer in vlammen op. Volgens brancheorganisatie LTO Nederland speelt de overgang van legbatterijstallen naar scharrelstallen daarin een belangrijke rol. In de tijd van de legbatterijen hadden we geen strooisel, want de kippen die zaten dan op gaas. En we hebben tegenwoordig scharrelstallen met strooisel en dat is allemaal heel droog en ook prettig voor de kippen om in te stofbadderen. Maar het is wel wat brandbaarder. En dus ontstaat er uit een vonk van bijvoorbeeld kortsluiting veel sneller een grote brand. In Scherpenzeel wordt vooralsnog uitgegaan van kortsluiting. De precieze oorzaak van de stalbrand moet worden onderzocht. De laatste jaren zijn toch die installaties in stallen zijn uitgebreider geworden. Er zit ook goede alarmering op. Dus het blijft misschien toch gissen. Maar ik hoop dat we er toch wat beter de vinger achter krijgen. Dat dit gewoon niet meer gebeurt.